Dit is Groningen met die prachtige toren van de Der A-kerk. Ik sta hier op het A-kerkhof, daar kent u wel van het Monopoliespel. In 2018 komt de koning naar Groningen en hij wordt hier ontvangen in de Der A-kerk. Het treinstation van Groningen, in de volksmond ook wel het hoofdstation genoemd. Het is een pareltje van eind 19e eeuwse architectuur van de architect Gorschalk. En vooral de ontvangsthal, de stationshal, die is heel erg indrukwekkend. Dit misschien wel mooiste station van Nederland is een rijksmonument. Koningin Juliana en prins Bernhard vertrekken na een meerdaags bezoek aan Groningen vanaf hier met de trein naar huis. Het is 1950. Groningen is een universiteitsstad. En dit is het imposante academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1914 bestaat de universiteit 300 jaar. En koningin Wilhelmina en prins Hendrik zijn de eregasten. De koningin krijgt een eredoctoraat in een Nederlandse letter uitgereikt. 50 jaar later, in 1964, krijgt koningin Juliana hier een eredoctoraat. Bij het 400-jarig bestaan, in 2014, is koning Willem-Alexander aanwezig. Een eredoctoraat aanvaarden ligt nu niet meer zo voor de hand. En de koning bedankt dan ook voor de eer. Het gebouw is begin 20e eeuw ontworpen door Jan Vrijman. Hier ziet u de koning in de aula van het academiegebouw. Ik sta nu voor die aula en het raam daar, dat is geschonken door koningin Wilhelmina in 1938. We hebben beelden van haar aankomst. Het zogenaamde koninginnenraam is gemaakt door glazenier Johan Dijkstra. De betekenissen vindt u op Wikipedia. Dijkstra is in 1918 een van de oprichters van de kunstkring De Ploeg. Ik sta hier voor Café Soestdijk. Aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben verschillende leden van het Koninklijk Huis gestudeerd. De prinsessen Laurentien, Marilène en Annette en de prinsen Bernhard en Maurits. Bernhard, Maurits en Marilène hebben hier zelfs een studentenbaantje gehad bij Soestdijk. Op Koningsdag 2018 was er een hartelijk weerzien met oude collega's. Wat is er nog meer te zien in Groningen? Nou, dat raam daar, dat is gewijd aan de vernieuwing, de moderne tijd. En daarin is ook de beroemde studenten Alette Jacobs in opgenomen. Nou, daar willen we meer over weten. En dat doen we in het Universiteitsmuseum. Wilt u ook meer weten? Gaat u dan naar de site blauwbloed.tv. Tot in de provincie!